Frank, we staan aan de vooravond van 4 mei. Vrijheid speelt daarbij een belangrijke rol. Jij wil daar graag wat over vertellen. Ja, het lijkt mij een uitzending op 3 mei. Voor die mensen die vanaf 3 mei online staat. Dat het natuurlijk zou moeten gaan over vrijheid en de betekenis daarvan. 4, 5 mei, 75 jaar vrijheid, vieren we dit jaar. Dat was natuurlijk allemaal groots bedacht, hè, met grote activiteiten en festiviteiten. Dat gaat natuurlijk helaas allemaal niet door. Maar het is natuurlijk wel een moment echt om bij stil te staan. We leven in een vrij land, op een vrij continent. We leven in een democratie. We kunnen bijna alles zeggen wat we willen. We zijn vrij in ons denken, in ons doen. Vaak vinden we dat heel erg vanzelfsprekend. Maar zo heel erg vanzelfsprekend is het natuurlijk eigenlijk helemaal niet. En dat merken we nu in deze coronacrisis natuurlijk ook. We zijn eigenlijk voor een stuk, weliswaar in een luxe situatie, voor een groot deel, voor velen van ons, maar wel voor een stuk van onze vrijheid beroofd. We kunnen niet meer gaan en staan waar we willen. We kunnen niet meer met elkaar feesten wat we willen. We kunnen niet meer bijeenkomen zoals we dat gewend zijn. Dus we worden nu eigenlijk geconfronteerd met wat het betekent om op zijn minst gedeeltelijk onze vrijheid kwijt te raken. En beperkt te worden in onze bewegingsvrijheid, in onze ontmoetingsvrijheid. En we merken dus ook dat dat voor veel mensen, en misschien voor ons allemaal wel, ook best lastig is. Dat je niet meer kunt gaan en staan waar je wilt. En op het moment dat je dat zelf bedenkt en wil doen. Dus dat, dus we worden dit jaar, denk ik, met dat thema vrijheid op een andere manier ook geconfronteerd dan alleen maar dat we stilstaan bij 75 jaar vrijheid en wat dat voor ons betekent. Want het is natuurlijk eigenlijk heel bijzonder, zeker in de geschiedenis van Europa, 75 jaar geen oorlog op het Europees continent. Ja, tenminste in het West-Europese gedeelte dan, want we hebben natuurlijk in het oostelijk gedeelte heel wat, ook als je denkt aan de hele Joegoslavië-oorlog en zo, natuurlijk behoorlijk wat heftige oorlogen gehad. Maar in het westelijk deel van Europa natuurlijk niet. En dat was voor die tijd, was het om de haverklap. Natuurlijk Frankrijk en Duitsland die om de haverklap elkaar in de haren vlogen. Maar er was altijd wel ergens gedoe op het Europees continent. En eigenlijk de kiem van wat we nu de Europese samenwerking en de Europese Unie hebben, die is natuurlijk gelegd na de Tweede Wereldoorlog door een aantal landen die met elkaar hebben gezegd van ja, maar dit moeten we niet meer willen met elkaar. En daar is eigenlijk, toen is de Europese Staal- en Kolenunie gevormd om te voorkomen dat er ooit nog een land, met name Frankrijk en Duitsland, zoveel toegang tot staal en kolen zouden krijgen dat er een oorlogsmachine gebouwd zou kunnen worden, waarmee ten oorlog getrokken zou worden. En dat is eigenlijk het begin van 75 jaar vrede op het Europees continent geweest. En we kunnen alle kritiek hebben op hoe die Europese samenwerking er nu uitziet. Maar het is wel een voertuig geweest voor 75 jaar vrede. En dat vergeten we heel vaak. Hoe belangrijk die samenwerking en die eensgezindheid van... Dus het is eigenlijk begonnen met een visioen. Nooit meer oorlog op het Europees continent. En hoe gaan we dat doen? En ik denk dat we vaak vergeten hoe belangrijk dit soort visionaire gedachten zijn in het algemeen, maar zeker toen die visionaire gedachten, waarin ook die hele burgerrechtenbeweging met Albert Schweitzer en Albert Camus en al dat soort mensen die daarmee in 1948 de rechten van de mens geproclameerd hebben bij de Verenigde Naties. Ja, dat is een hele belangrijke periode geweest waar wij in feite nu in dit vrije Europa nog steeds de vruchten van plukken.
Vrijheid, Frank, wat zegt de Bijbel daarover? Nou, daar zegt de Bijbel heel veel over. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de hele Bijbel gaat over de vraag van vrijheid en onvrijheid. Dat begint natuurlijk al in de Torah, de vijf boeken van Mozes, waarin natuurlijk het hele slavernijverhaal, het volk in Egypte in slavernij en de uittocht op weg naar vrijheid, naar een vrijland, naar bevrijding uit slavernij, om uiteindelijk een weg van vrijheid te gaan. Daarna in de andere boeken van de Tenach, van de Joodse Bijbel, bij de profeten en al die andere boeken, die hebben allemaal te maken met de ballingschap. De ballingschappen eigenlijk, waarin het volk terechtkomt. En ook daar lezen we allerlei verhalen en visioenen over wat als we vrij zijn. Hoe geven we vorm aan onze vrijheid als we uit de ballingschap weggetrokken zijn of vrijgelaten zijn enzovoort. In de evangelieverhalen is eigenlijk weer dezelfde vraag. Hoe leven wij binnen die onderdrukking van de Romeinen? Dat speelt in al die evangelieverhalen een rol. Hoe geven wij vorm aan onze vrijheid? Aan onze, hoe kunnen we die vrijheid bewerkstelligen? Hoe kunnen we onder dat juk van de Romeinen uit? Maar ook, hoe kun je in een situatie van onvrijheid wel een soort innerlijke vrijheid creëren die je in staat stelt om als goed mens te kunnen leven? Dat speelt trouwens ook in de Tenach, in de Joodse Bijbel natuurlijk een belangrijke rol. Dus het gaat over uiterlijke vrijheid, leven in een vrij land, leven in vrijheid. Maar het gaat ook over innerlijke vrijheid. Hoe laat ik mij niet bepalen door uiterlijke omstandigheden? Hoe laat ik mij niet meeslepen in allerlei dingen die buiten mij om gebeuren? Hoe kan ik een innerlijke vrijheid ontwikkelen, waardoor ik als mens in welke omstandigheden dan ook overeind blijf? Alex van Heusden, bijbelwetenschapper van de Ecclesia Amsterdam en een bekende hier in de Ecclesia Breda natuurlijk met zijn leerhuizen en ook als gastspreker, die zal iets zeggen over hoe dat met die uittocht, vrijheid en de uittocht, hoe dat van doen heeft. Opbreken deed Mozes Israël van de Rietzee weg. Zo lezen we in het boek van de uittocht. Ze waren uitgetrokken uit het diensthuis van Egypte, uit het slavernijsysteem. Ze waren midden door de Rietzee gegaan, over het droge, achtervolgd door Farao en zijn legermacht. Het water keerde, bedekkend de wagens en ruiters. Heel het leger van Farao, dat achter hen aangekomen was in de zee. Niet één bleef er over. En nu? Mozes moet het feestvierende Israël dwingen de weinig aanlokkelijke en onbekende woestijn in te gaan. Daar hebben ze geen zin in, aldus oude Joodse uitleg. Liever zouden ze teruggaan, terug naar Egypte, want hun onderdrukkers zijn dood, verdronken. Mozes moet hen dwingen toch te gaan. Daarom lezen we: opbreken deed Mozes Israël van de Rietzee weg. De Israëlische schrijver David Grossman typeert die daar aan de rand van de woestijn als mensen die generaties lang het gesmoorde leven van slaven hadden geleid in de beperkte ruimte van hutten. Hij schrijft: als ze nog een restje geestkracht hebben, zullen ze zich realiseren dat hun een wonder is overkomen, dat ze bevoorrecht zijn, omdat ze de kans hebben gekregen zichzelf opnieuw uit te vinden
en verlost te worden. Als ze durven, kunnen ze een nieuwe identiteit voor zichzelf construeren. Maar daarvoor moeten ze wel een gevecht aangaan met het zware gewicht van de gewoonte, van angst en twijfel, van innerlijke slavernij. Herkent u dit? Innerlijke slavernij. De macht der gewoonte, omdat je niet de moed kunt opbrengen je leven anders in te richten, terwijl je daar, als je afdaalt in jezelf, innig naar blijkt te verlangen. Doffe berusting. Het is zoals het is. Het kost te veel moeite om jezelf opnieuw uit te vinden. Toch maar proberen. Angst en twijfel weerstaan. Opbreken en gaan. Dat is de les van het woestijnverhaal. Een verhaal als een leergang. Onderwijzing. Torah. Als water dat zoet is. Daarvan drinken. Wat moet je leren? Leven in vrijheid. Uittocht uit alle mogelijke systemen van slavernij, innerlijk en uiterlijk, persoonlijk en in maatschappelijk verband, wij mensen samen. Dat vereist geestverwantschap en onderlinge solidariteit. Kan dat? Het verhaal zegt dat het kan, spoort ons aan daarin te geloven als onze menselijke bestemming. Als Mozes de kinderen van Israël heeft uitgeleid uit het diensthuis Egypte, brengt hij hen naar de berg van zijn roeping, de Sinai. Daar aan de voet van de Sinai ontvangt het volk het brood dat het nodig heeft om volwassen te worden. Dat wil zeggen, drager van de vrijheid, die pas werkelijk wordt als hij de verantwoordelijkheid voor de ander aanvaardt. Geen vrijheid die ontaardt in willekeur, want willekeur leidt tot onderwerping opnieuw van mensen door mensen. Daarom sprak de Joodse wijsgeer Emmanuel Levinas over moeilijke vrijheid. Vrijheid die aan grenzen gebonden is.
Ik zou iets willen zeggen over hoe die ballingschap en vrijheid, hoe dat met elkaar samenhangt. En daar vinden we veel teksten van bij de profeet Jesaja. Jesaja die schetst namelijk een toekomst voor het Joodse volk, wanneer het uit de ballingschap teruggekeerd is. En die ballingen keren terug naar Jeruzalem. Daar zijn ook mensen die niet in ballingschap zijn geweest. En hij schetst een beeld van hoe die groepen, die blijvers en die terugkeerders, samen een nieuwe toekomst in vrijheid gaan opbouwen. En dat doet hij in het 61ste hoofdstuk. En ik zal even een stukje lezen in een vertaling van Alex van Heusden. En dan zegt hij over die twee groepen die terug dan in Jeruzalem zitten. Zij zullen herbouwen wat vernield is, de puinhopen van vroeger oprichten, de vervallen steden herstellen die daar in puin lagen van geslacht op geslacht. Vreemden neemt gij in dienst en zij weiden u schapen. Vreemdelingen worden uw dagloner en wijnbouwer. En gij, priesters van de eeuwige, wordt gij geroepen. Ambtsdragers van onze God wordt gij genoemd. De rijkdom der volkeren zult gij eten. Hun heerlijkheid wordt uw kleding. In plaats van smaad een dubbel deel. En waar schande was, gejuich over de herstelbetalingen. Daarom in hun land beërven zij een dubbel deel. Dat is vreugde voor hen, zolang de wereld duurt. Ja, dat is een mooi visioen, waarin dus die twee groepen opnieuw die vrijheid vorm gaan geven in vrije steden. Een nieuwe toekomst voor Juda schetst hij. Maar in deze tekst ligt eigenlijk ook alweer een gevaar op de loer, want wat zegt hij op een gegeven moment? Vreemden neemt gij in dienst en weiden uw schapen. Vreemdelingen worden uw dagloners en wijnbouwers. En hier zit natuurlijk meteen het gevaar in dat mijn eigen vrijheid de onvrijheid wordt van de ander. Dus er zijn mensen die gaan profiteren van rijkdom enzovoort enzovoort. En er zijn mensen die het vuile werk mogen opknappen, namelijk de vreemdelingen, de gastarbeiders. En die zullen geen deel hebben aan al die rijkdom. Dus er wordt in het visioen, ligt eigenlijk al meteen weer een soort kloof in de loer van onvrijheid, die inherent is aan mijn vrijheid. Nu gaat Jesaja dat oplossen door een beroep te doen op een tekst uit Leviticus. En dat gaat over het genadejaar. Om de zoveel jaar moet er, volgens het boek Leviticus, een genadejaar plaatsvinden. En in dat genadejaar worden alle onevenwichtigheden vereffend. Alle schulden worden kwijtgescholden. Alle slaven worden vrijgelaten. Alle onvrije worden in vrijheid gesteld. Alle landbouwgronden worden opnieuw herverdeeld en gaan terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Waardoor er een soort nieuwe nulsituatie ontstaat. En daar doet Jesaja een beroep op. Dus zegt hij van nou, dan is het in feite geen probleem dat je dagloners hebt en vrije. Want in het genadejaar wordt alles weer opnieuw, heeft iedereen weer gelijke kansen. Maar zo'n genadejaar heeft nooit van zijn leven plaatsgevonden. Jezus heeft het ook, die citeert deze tekst uit Jesaja 61. Wanneer hij in de synagoge komt, in Lucas 4, van ik ben gekomen om gevangenen verlossing te melden. En om het genadejaar af te kondigen. En dat gaat nu gebeuren. In werkelijkheid, in die hele geschiedenis, heeft zo'n genadejaar nooit plaatsgevonden. En dat maakt dus dat die ongelijkheid altijd is blijven bestaan. En aan de ene kant werd daarmee door de rijken, zagen daarmee het gelijk aan hun kant. Die zeiden van ja, enerzijds zeiden ze van wacht het genadejaar maar af, dan zul je het beter krijgen, want dan krijg je ook deel hebben aan die rijkdom.
en het uitblijven van het genadejaar zagen zij als een bevestiging van Gods wegen. Kijk, God kondigt het genadejaar niet af, dus wij doen het goed. Wij zitten op het rechte spoor. Dus, en Jezus probeert dus die tekst te herpakken, te zeggen van nee, dat genadejaar is niet iets wat van bovenaf ons toevalt. Nee, dat is iets waarvoor je in vrijheid moet kiezen. Waar je verantwoordelijkheid voor moet nemen. Jouw vrijheid maakt jou ook verantwoordelijk voor de vrijheid van anderen. En daar zul je dus voorzieningen voor moeten treffen. Daar zul je dingen voor moeten organiseren met elkaar. Dus wat we in het verhaal van de Exodus zien, dat waar ook zeg maar, die vrijheid, waarom het ook moeilijke vrijheid wordt genoemd, niet alleen maar een vrijheid voor mezelf is, maar ook een vrijheid voor anderen, dat vinden we hier ook weer terug. Dus de moeilijkheid van de vrijheid zit hem in, mijn vrijheid houdt op daar waar het onvrijheid voor de ander betekent. Frank, we hebben het over vrijheid, mm-hmm. Maar hoe vanzelfsprekend is eigenlijk vrijheid? Nou, ik zou bijna willen zeggen veel te vanzelfsprekend voor ons. En daarnaast natuurlijk voor heel veel mensen helemaal niet vanzelfsprekend. Omdat ze in omstandigheden of in landen leven waar de vrijheid die wij kennen of die wij ons permitteren ook voor een bepaald deel... daar helemaal niet aanwezig is. Geen vrijheid van spreken, geen vrijheid van bewegen. Ze leven in een dictatuur of in een situatie waarin ze bijvoorbeeld als groep, bijvoorbeeld landen waarin vrouwen en meisjes veel minder vanzelfsprekend in vrijheid bewegen, waarin allerlei minderheden zich in veel minder vrijheid bewegen of zelfs vervolgd worden omdat ze homoseksueel zijn, transgender zijn of omdat ze tot een groep behoren die niet tot de meerderheid behoort. Bijvoorbeeld een minderheid van moslims of een minderheid van christenen, hè, waardoor dat allemaal helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Wij, en zeker de mensen die van na de Tweede Wereldoorlog zijn op het West-Europese continent, voor ons is natuurlijk vrijheid zo ontzettend vanzelfsprekend dat we er eigenlijk nauwelijks nog bij stilstaan. Maar hoe bijzonder het is en welke vrijheid dat wij eigenlijk hebben. Niet alleen in ons denken, maar ook in ons spreken, in ons doen, in ons heel ons laten. Dat we en vaak vergeten dat dat maar voor een heel beperkt deel van de wereldbevolking zo is. Maar ook dat we ons niet realiseren hoe snel je dat ook weer kwijt kunt raken. En dus dat het helemaal niet vanzelfsprekend dat je dat met elkaar moet bewaken. En ik moest denken aan een Vlaams-Poolse jonge filosofe, Alicia Gaschinska. Zij is in 1989, vlak voor het vallen van de muur, wat zij toen natuurlijk niet wisten, met haar ouders vanuit Polen gevlucht naar België. Zij was toen 7 jaar in 1989. En zij leefde daar in Polen in een appartement, dus een gezin met 2 kinderen, een appartement van 4 bij 4 meter. Dat was alles wat ze daar hadden.
En via allerlei wegen, dat is nu, voert nu te ver om uit te leggen, maar zijn zij dus naar België gevlucht. En dat had voor hun, had het Vrije Westen, had een soort karikaturale proporties, paradijselijke proporties aangenomen. En zij kwamen hier en het bleek eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig om in die vrijheid te leven. Zij waren natuurlijk helemaal niet gewend om in hun denken en hun doen om te gaan met vrijheid. En tegelijkertijd ontdekt zij ook die vanzelfsprekendheid van vrijheid. Zo vanzelfsprekend dat ze zegt van ja, vrijheid werd op een gegeven moment in mijn wat ik ervan zag, eigenlijk een soort synoniem voor luiheid, consumisme. Dat was hetzelfde als vrijheid kennelijk. En ik zal een stukje over citeren. En ze zegt op een gegeven moment van vrijheid is iets anders dan leven in een vrij land. Ze is uiteindelijk filosofie gaan studeren om antwoorden te krijgen op de vragen die zij... En ze zegt van, vrij zijn is geen vanzelfsprekendheid, besefte ik. Om van de vrijheid te kunnen proeven, volstaat het niet om je in de vrije wereld te vestigen. De vrijheid wordt je immers niet zomaar op een dienblad voor je neus geschoteld, zodat je nog slechts passief je mond open hoeft te doen om een hap vrijheid naar binnen te werken. Vrij zijn vergt inspanning, moeite. Als je vrijheid wil, zul je de handen uit de mouwen moeten steken, in plaats van je gemakzuchtig in je broekzakken op te bergen. Daar zijn die handen van geen enkel nut. En handen die niets verrichten, zijn geen handen die vrijheid veroveren. Bijzonder. Ja, dus dat... Dus hij stelt grote vragen bij de vanzelfsprekendheid waarmee wij met onze vrijheid en vrijheid in het algemeen omgaan. En die vanzelfsprekendheid, daarvan zegt zij van, dat is uiteindelijk een soort luiheid waardoor je die vrijheid ook weer heel makkelijk kwijtraakt. En zeker wanneer vrijheid synoniem wordt voor consumentisme, dan kun je ook de vraag stellen van hoe vrij zijn we eigenlijk? He, met ons achterna lopen van met onze merkkleding, of met onze allemaal dezelfde iPhone die we willen hebben. In feite krijg je een soort kuddegedrag waarin we helemaal niet meer vrij zijn in wat we kiezen en wat we doen en wat we laten, maar waarin dat gestuurd wordt door geld of door aanzien of door macht of door een soort gedrag van erbij willen horen. En in hoeverre zijn dat nog echt vrije keuzes? Dus die vanzelfsprekendheid waarmee wij omgaan of kijken naar vrijheid, die is dus alles behalve vanzelfsprekend. Goedendag, mijn naam is Laurens ten Kate. Ik ben bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Deze meimaand zijn we minder vrij om te gaan, te staan waar we willen. We blijken door de coronacrisis afhankelijker dan we lang hadden gedacht. Zo kan ik al een tijdje niet meer naar mijn favoriete kapper en barbier, zoals u waarschijnlijk kunt zien. Maar hoe erg is dat eigenlijk? Sinds kort publiceert de internetkrant De Correspondent een prachtige serie artikelen, steeds onder de titel Afhankelijkheidsverklaringen. Daarin denken vooral jonge schrijvers na over deze crisis en wat we ervan kunnen leren. Zo vragen Lynn Berger en Jelmer Molmers aan ons in hun afhankelijkheidsverklaring, ik citeer, het coronavirus toont onze diepe verbondenheid. Wat als we die blik vasthouden? Einde citaat.
We geloven allemaal in vrijheid, autonomie, identiteit. Jezelf kunnen zijn is de hoogste waarde van de moderne cultuur. Maar is dat geloof in vrijheid niet langzamerhand zijn houdbaarheidsdatum gepasseerd? Is vrijheid niet veel moeilijker dan jezelf zijn? Deze maand vieren we 75 jaar vrijheid en terecht. En helemaal aan het eind van de maand vieren christenen Pinksteren, het feest van de geest. Je hoeft geen gelovige te zijn om geïntrigeerd te blijven door dit oeroude verhaal. Volgens mij wordt de vrijheid in het Pinksterverhaal 2000 jaar geleden al heel anders gedacht dan als jezelf kunnen zijn. Ook in dat verhaal wordt vrijheid iets moeilijks. Op de website voormeervrijzinnigheid.nl kunt u daar overigens veel meer over lezen. En daar staat het thema vrijheid op allerlei manieren centraal. Bijvoorbeeld in een artikel van mijn collega-filosoof René ten Bos en mij, getiteld De geest van de vrijheid. voormeervrijzinnigheid.nl. Maar laten we eens lezen in dat oude Pinksterverhaal. Het huis waar Jezus' leerlingen in verblijven, wordt plotseling gevuld met een hevige windvlaag. We zitten in het tweede hoofdstuk van het boek Handelingen. Geest associëren we in het hedendaags Nederlands met iets wat boven de gewone fysieke werkelijkheid uitstijgt. Maar in het Grieks van de Bijbel is geest juist heel concreet en lichamelijk. Het betekent adem, lucht, wind. En van de oerstof lucht gaan we onmiddellijk naar die andere oerstof, vuur. De leerlingen staan, zoals het heet, in vuur en vlam, aangewakkerd door de windvlaag. En dan gebeurt er iets bijzonders. De geest stelt de leerlingen in staat om in vreemde talen te praten. Daarmee is niet gezegd dat ze opeens duizenden verschillende talen beheersen. Integendeel zelfs, ze spreken één taal. Waarschijnlijk gewoon hun eigen provinciale taal, het Galileisch. Maar elke omstander hoort er zijn of haar eigen taal in. Of het nu Aziaten, Romeinen of Egyptenaren zijn. Het wonder van de geest is dus het wonder van de taal. De taal wordt universeel, iedereen kan de leerlingen begrijpen, maar diezelfde taal behoudt toch haar diversiteit, want iedereen kan hen begrijpen in de eigen taal. De taal van de geest is dus niet een metataal die iedereen een beetje moet beheersen, willen we kunnen communiceren, zoals ongeveer het Engels in onze tijd. Nee, het is een taal die iets onwaarschijnlijks doet. Iedereen spreekt en hoort de eigen vertrouwde moerstaal en toch begrijpt iedereen de ander. De mensen treden daarmee, zoals de filosoof Peter Sloterdijk het ooit noemde, buiten hun symbolische kooien om zich aan de wereld bloot te stellen. Ze raken op een letterlijke manier buiten zichzelf. Ik citeer weer het Bijbelverhaal. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar praten? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen taal horen? Wel, Jeruzalem is in de eerste eeuw van onze jaartelling een echte wereldstad. Haar inwoners waren afkomstig uit ieder volk op aarde, zo lezen we. Het lijkt erop dat de auteurs van dit verhaal de vrije openheid naar de wijde wereld willen verzoenen met de beschermende eigenheid van ieders identiteit. Dat is een lastige boodschap, want het verhaal zet je steeds op het verkeerde been. Het verwart ons, net zoals de mensen in het verhaal, die, ik citeer weer, samen dromden toen het geluid weer klonk en geheel in verwarring raakten. Het is een moeilijke boodschap. We kunnen nog flirten met het schone ideaal van een wereld zonder grenzen en dus zonder talen, nog met het al even schone gevoel van ons eigen stevig ommuurde thuis. Dat is een van de grote dilemma's van de 21ste eeuw. Vrijheid en verbinding. Jezelf zijn en ergens bij horen. Je eigen leven leiden en afhankelijk zijn.
Een balans vinden in dit dilemma, dat lijkt een vreemd project. Is het naïef? Is het onhoudbaar? Zelfs lachwekkend? Zo eindigt het verhaal inderdaad. Sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Je bent of globalist, of nationalist. Of voor Europa, of voor Nexit. Ofwel voor de onbeperkte mogelijkheden van een wereld zonder grenzen, of voor de vertrouwdheid van de eigen tradities. Ik vind dat we op moeten houden in de valkuil van deze twee uitersten te trappen. Alleen dan vieren we deze maand toch feest. Het feest van een nieuwe blik, een nieuwe vrijheid waarvan nog niemand weet hoe die eruit ziet. Laten we voorlopig ons dilemma maar even trouw blijven. Later wordt gezegd. Gezegd dat het zal veranderen en dat het nog onzichtbaar is, dat het desalniettemin gebeurt. Het heet de toekomst en de toekomst is bedekt met mos. De toekomst zegt van ja en later. De maan blaast naar de zon en de zon staat recht overeind. En dat zal de bevrijding, vrijheid zijn. Zo zal de onwrikbare toekomst zijn. Dit gedicht staat aan het einde van de sectie Het hardhandige begin in het lange gedicht De naam in een kamer van Armando. Ik heb het voorgelezen uit verzamelde gedichten en dit is Armando. Net als in de rest van, de in 2018 overleden schilder, schrijver, dichter, beeldhouwer Armando, is ook in De naam in een kamer de oorlog het belangrijkste thema. Armando bracht zijn jeugd door in de Tweede Wereldoorlog in Amersfoort. En zijn herinneringen aan die tijd en zijn ervaringen in die tijd vormden een levenslange bron voor zijn artistieke oeuvre. Ook De naam in een kamer vond zijn oorsprong in een gruwelijk voorval dat plaatsvond in Amersfoort in de Tweede Wereldoorlog. Maar in het gedicht wordt dit voorval nergens benoemd of genoemd. De dichter gebruikt de magie van de taal om het geheim te bezweren, niet om het geheim te openbaren. Het kwaad verklaren is immers een onmogelijke opgave. Maar in dit wat uitzonderlijke fragment uit De naam in een kamer stappen we even uit het gruwelijke, stappen we even uit het verleden. Er is namelijk sprake van een verandering. Een verandering die nog onzichtbaar is, maar die zeker zal gebeuren. Dat onzichtbare, dat bedekt is voor onze ogen, dat bedekt is met mos, dat ja zegt, maar ook niet nu, maar later, dat is onze toekomst. Maar wat is die toekomst dan? In het gedicht is sprake van de maan die blaast naar de zon. De maan blaast de zon naar haar positie aan de hemel, waardoor de duisternis verdwijnt. De zon staat recht en fier overeind. En dat, zo zegt het gedicht, dat zal onze bevrijding, dat zal onze vrijheid zijn. En is dat eigenlijk ook niet het enige dat we zeker weten over onze toekomst? De maan zal blazen naar de zon, waardoor de duisternis verdwijnt. Zo zal onze onwrikbare, onze onverstoorbare toekomst zijn. En het feit dat we kunnen ervaren dat alleen dat voldoende is om ons bevrijd en vrij te voelen, dat is zeker in deze meidagen in coronatijd een troostrijke gedachte.